Welkom. Vandaag gaan we kijken naar signaalproductie in planten. En we gaan kijken naar een heel bijzondere receptor, phytochroom. Je ziet, ik heb hier een bekende tekening uit Campbell overgenomen, uit hoofdstuk 39. En dan mijn eigen draai aangegeven. Je ziet dus hier de celmembraan. Ik zie een kern met daarin natuurlijk het DNA. En we hebben hier een bijzonder soort van ligand. Want het is niet echt een ligand, want een ligand is altijd een molecuul. Maar we beginnen hier het signaal met licht. Want phytochroom is een receptor die licht oppikt. Dat is alleen een receptor die je in planten kan vinden. En dit is de receptor die ervoor zorgt dat planten groen worden. Je kent het misschien wel dat als je de kastdeur open doet waar je aardappels liggen, dat die aardappels hebben scheuten gekregen, uitlopers, in het donker. En die zijn wit. Zo ken je misschien ook witte asperges. Ja, of witlof. Dat zijn allemaal planten die zijn opgegroeid in totale donkerte, zonder enige vorm van licht. En dat phytochroom is zo gevoelig dat zelfs zwak maanlicht kan die plant aanzetten tot de productie van uiteindelijk chlorofyl. En dat het dus een groene plant wordt. En we gaan dat traject, die hele signaalroute, die gaan we uitpluizen en die gaan we hier bekijken. Wat je dus ziet is dat phytochroom, dat ligt niet zoals je in voorgaande filmpjes heb gezien, ligt dat in de celmembraan, maar het ligt gewoon los in het cytosol. Misschien niet helemaal los, maar het ligt wel in het cytosol. En licht raakt dat phytochroom en dat phytochroom wordt aangeslagen en dat zendt twee signalen uit. Of dat het signaal wordt door twee systemen opgepikt. In eerste instantie activeert het een bepaalde vorm van cyclase, wat GTP, guanine trifosfaat, een soort van het achterneefje van ATP. En dat zet het om in CGMP, guanine monofosfaat. En die kleine C ervoor staat voor cyclisch. En dat cyclische GMP, dat activeert een kinase. En zoals je weet, wat een kinase doet, die activeert hier een transcriptiefactor, weer een ander eiwit. Ja. Vraag ik me af, kan je herkennen hierin, in dit filmpje, wat die kinase dan precies doet, hoe die dat activeert? Hopelijk kan je dat, zo niet, staat beneden in de show notes, wat die kinase dan doet. Dit geactiveerde transcriptiefactor, dat zet het gen aan waar het hier over gaat. Dat koppelt met het DNA en dat zorgt dus als transcriptiefactor dat we translatie krijgen van een bepaald gen. Tweede wat er gebeurt is dat dat phytochroom dat activeert een calciumpoort. Calciumconcentratie in het cytosol is 10 tot de macht min 7e mol per liter. Dat is erg laag. Ja, dat is erg laag. Dat is 10 miljoenste. Ja. 10 miljoenste zitten 7 nullen in, 10 miljoenste mol per liter, erg laag. En door het openen van die poort, wat wordt veroorzaakt door het aangeslagen phytochroom, stijgt die met een 100-voud. Dat is dus ontzettend veel, die 100-voud, zoals je wel ziet. Het is nog steeds een vrij lage concentratie. Hier staat een pijl bij, daar staat een pijl bij, zoals je ziet, dat phytochroom, dat is erg belangrijk, want het ligt in het cytosol. Waarom staat er hier, heb ik hier een pijl bij geplakt? Nou, dat phytochroom, dat zorgt dus dat die calciumpoort open gaat, dat calcium stroomt hierin. We zien hier dat hier een hoge concentratie is en daar een lage concentratie. Dus mijn vraag aan jou is het passief of actief transport? Denk daar maar even over na. Ja, 100 keer versterkte concentratie, dus die concentratie, wat ik hier aan vierkante haken heb, concentratieniveau, gaat dus heel erg, dat kan ik zo doen, die gaat omhoog. Die concentratieverhoging, die activeert een tweede soort van kinase, die we hier maar kinase 2 hebben genoemd. Die kinase 2, die activeert weer een andere transcriptiefactor op de manier waarop kinases dat doen. Ja, wat ook weer in deze tekening te zien is, dat kinase dat koppelt met de DNA, zorgt hier ook weer voor transcriptietranslatie. We krijgen dus eiwitproductie en die eiwitproductie zorgt voor deethiolering. Geethioleerde planten zijn die witte planten, zoals witlof, asperge
of die aardappelscheuten. Waar moeten we dan aan denken? Wat voor een soort van eiwitten kunnen hier geproduceerd worden? Ja, je denkt misschien direct aan chlorofyl, maar dat is misschien blijkt te complex te zijn. Er wordt niet direct chlorofyl gemaakt. Er worden precursors gemaakt voor de chlorofylproductie. En er worden fotosynthese-enzymen gemaakt, zodat die fotosynthese ook echt kan plaatsvinden. Het belangrijkste is natuurlijk dat we krijgen nu, door die paar fotonen van het zwakke maanlicht, krijgen we uiteindelijk de groene plant. En dat zorgt er dus voor dat die plant kan fotosynthetiseren en dat die zijn eigen energievoorraad met behulp van suikers kan aanleggen. Nou, dat is een hele tour waar die plant doorheen gaat. Je ziet dat er allerlei zaken van de vorige filmpjes in terugkomen. Ja. Maar we hebben dus drie belangrijke zaken. We hebben dat fytochroom, wat in het cytosol ligt. We hebben calciumconcentratie, wat omhoog gaat met de 100-voud. En we krijgen uiteindelijk als resultaat een groene plant. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Dat dit hele complexe gedoe van signaaltransductie, dat het iets begrijpelijker wordt. Zo niet, vragen in de show notes of in de comments. Ja. Wie weet wil je dit filmpje zien wat YouTube goed idee vindt, of wil je subscriben. Anyway, heel veel succes.